Gemeenten in Zuid-Holland krijgen een oproep over de ouderenzorg. Meerdere gemeenten in Zuid-Holland hebben een brief ontvangen van de partij 50PLUS. Die wil dat ze zich gaan inzetten voor een zogenoemd Marshallplan voor de ouderenzorg. De brieven zijn gestuurd aan gemeenteraden. In de brief wordt geschreven dat de gemeenten het heft in eigen hand moeten nemen in de zorg voor ouderen. Volgens de partij loopt de kwaliteit snel achteruit door marktwerking in de zorg. Ouderen krijgen thuis en in de verzorgingshuizen niet de zorg die ze nodig hebben. Gebrek aan aandacht leidt tot een eentonig bestaan. 50PLUS brengt een 10-puntenplan opnieuw onder de aandacht. Dat moet een leefbaar ouderdom garanderen. Ze sluiten zich aan bij het manifest Scherp op ouderenzorg van journalist Hugo Borst. Daarin wordt gepleit voor onder meer minder registratiedruk, goed personeelsbeleid en investeren in de zorg voor ouderen. Volgens 50PLUS is de oproep naar alle gemeenten gestuurd.